We zijn in een Efteling. Ja? En zoals de mensen weten, is het kerstavond. En traditioneel gezien geven we dan onze kerstwensen aan jullie. Ja. We zeggen dat dan. En ook onze nieuwjaarswensen. En we gaan dat zeggen ook. Aha. Maar voordat we daar gaan... opnieuw. Blooper! Goedemorgen. En mensen, leuk dat jullie kijken naar Mr. Theme Park Frans. Waar zijn we vandaag, joh? De mooiste plek op aarde, de Efteling. Is dat de mooiste plek op aarde? Voor mij wel, ja. Oké. Okay. Ja. We zijn in de winter Efteling vandaag. En wat gaan we doen vandaag? Het is vandaag bijna kerstavond. Of het is misschien kerstavond. Of kerstavond, wanneer jullie de video kijken, is misschien al nieuwjaar. Wie weet. Ja. We gaan kerst vieren hier vandaag. Ja, ja. Of zeker. Toch één jaar? Absoluut. Want vandaag gaan we onze eenjaarsvideo opnemen. Ja. Ja. We zijn hier toch wel wat eerder en we gaan hem vandaag opnemen. En we gaan die dan, zoals je waarschijnlijk al gezien hebt, want anders zou het niet anders kunnen, op 24 december online zetten. En dat is toevallig vandaag. Nee. Voor alle duidelijkheid, we zijn vandaag 24 december niet in de Efteling. Nee. Nee. Nee, dat klopt. Goed. Ja. Mensen. Wat gaan we doen? We gaan er een gezellige winterdag van maken. Ja. We hebben het zonnetje mee, het is mooi weer. We gaan een klassieke Jordi Efteling vlog maken. Ja. Goeie. En we gaan starten met de Vliegende Hollander. Oké. Okay. Ja, kun je daar door aan Joris en de draak? Volgens mij niet, jong. We gaan de Classic Way passen. We gaan de Classic Way nemen. De Classic Way. Ja, we gaan de grote schacht nog een beetje achter ons laten. Die doen we later. We gaan eerst naar de Vliegende Hollander, die vind ik fijn. Ja. Die is te hopen, hè?
Die is open, die zou moeten open zijn als er geen problemen zijn. Oké. Die is nog maar uit onderhoud. Ik zie dat de bootjes ook terug werken, want ze hebben daar ook miserie mee gehad. Ja. De bootjes doen het weer. Ja, dat zijn hier deze bootjes, altijd fijn. Als u met een liefje komt, ideaal, in de zomer zalig, in de winter is u gat koud. Dus ja, goed mensen, we gaan naar de Vliegende Hollander. Ja. Deze gaan we ook nog doen, de pagode wil ik ook nog doen. Eigenlijk wil ik gewoon alles doen vandaag. We gaan er een winterse dag van maken, we gaan ons gezellig maken. Wat hoort er bij een winterse dag? Stroopwafel, warme chocolademelk, warme koffie, pannenkoeken, appeltaart. Alles die lekker en zoet is en vooral veel kaneel. Ja, snap het. Ik ben minder in kaneel, maar snap je. En in Nederland willen ze ook worteltaart. Ja, ook lekker. Oké, dus we gaan vandaag veel dingen eten dus. Ja. En als afsluiter hebben we nog een verrassing. De klassieker van allemaal. Ze hebben hier toch bomen gekapt, of niet? Ja, voor het volkslot. Nee, dat is niet het volkslot. Dat zijn die bomen gekapt. Ja, dat is in Nederland. Ze hebben de boom gekapt. Okay. Ik hoor al in de verte de witte wieven van de baron die daar achter je is. Ting, ting, ting. Ja, inderdaad, maar ik wil eerst iets anders horen roepen. Gij zult varen, passen of geen passen. Tot het einde der tijden. Gij zult varen. Alright, mensen, tot zo. Papier, daar. 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 Papier. Het is al zo lekker. Ja. Goed, we gaan op de Vliegende Hollander. En zoals je ziet, Joris en de draak is niet open. Want ze zijn er ineens een trek aan het opleggen op een bepaald stuk. Ik persoonlijk vind dat jammer. Ik kan daar niets aan doen. Een houten achtbaan met ijzer is voor mij persoonlijk een RMC-antwoord. En ik zie het wel nog gebeuren als ze dat naar de toekomst verder gaan uittrekken. Naar de volledige baan. En dat het eigenlijk gewoon een beetje is qua kosten sparen. Maar volgens mij is ijzer op lange termijn goedkoper dan als je er hout op legt. Denk ik. Maar goed. Wie ben ik om daarover te oordelen? Als hij een keer open gaat, dan gaan we waarschijnlijk wel een keer terugkeren. Ja, sowieso gaan we terugkeren als hij open gaat. Kan wel een eentje duren. En we gaan dat dan een keer testen, hè? Wat dat we ervan vinden. Vandaag gaan we genieten van een winterse dag, zoals ik zei. We gaan een winterse dag beleven op de Vliegende Hollander. Zalig. Kerstje, jong. Zalig, hè? De Vliegende Hollander. Is het hier goed warm? Oh ja, zalig. Dat is mijn favoriete attractie, hè. Heerlijk. Het is zot van de Vliegende Hollander. Niet tevoorschijn gekomen.
Ja, jammer hè, dat de projectie niet werkt. Wat? De projectie werkt niet, jammer hè. Zijn ook rondjes hè. Het is de eerste avond dat je dit morgens. Ja hé. Altijd. Zalig. En de goede dat je bent. Oh, zalig. Alright, mensen, ik ben content. Hey Jeffrey, ja, ben je content? Ja, ik ben heel content. Het is niet druk. Dat is ook waar. En maar... Python was ook leuk. Ja, dat is zeker dan. Maar er is iets. Ajori is aan het raam die mij enorm aanstaat. Ik weet niet dat je het gezien hebt in de video. Ik weet niet dat je het gezien hebt, Jeffrey. Ja. Maar... Sam IJzer. Dat is vervangen. Ik ben er niet voor, dat weet je. Ja, dat weet je. Maar ze hebben de rest van de trek ook vervangen met nieuw hout. En er ligt overal waar dat die op Moreje, gelijk in het Overland, dat doen ze elk jaar, je weet dat toch, hè? Omdat ze elk jaar een stukje retrekken nee, in het Overland. Hier hebben ze heel de baan geretrekt. En dat doet me deugd. Kijk mensen.
gedaan. Opnieuw opgeknapt met nieuw hout en dat doet me deugd. Dat is het bewijs dat heel de baan niet naar, ja, naar een RMC gaat, maar dat er toch een groot stuk van de baan hout blijft. En dat doet wel heel veel deugd om het zo te zien. Ik had er even schrik voor dat eigenlijk heel de baan ging worden, maar op dit moment blijkbaar niet en dat is fijn. Oh. Sorry.
Nou ja, nu wil je dan toch zo bezig zijn, wil ik hem graag voorstellen aan mijn grootste geliefde. U heeft al kennis met haar gemaakt. Mijn ongelooflijk fantastische vrouw, moeder van onze twee dochters. Ze is hooglerares, fitoboristische. En ze is doctorandus magister in de ongeluksbestrijding. Bovendien, mijn vrouw die alles kan, Virginie Charlotte. Dank u wel, dames en heren. Dank u wel, dank u wel. Esmeralda, muziek. Oh, wacht even. Nee, wacht even. Je moet mij nog voorstellen. Oh, ja, vergeet de Otto. Ja, sorry Otto, maar het is nu al begonnen. Nee, dat moet je moeten doen. Ja, dames en heren, ze weten het wel. Heel belangrijk. Ja, heel belangrijk. Dames en heren, Otto. Wij komen van ver, over de wegen van God naar her. Volg je hart, mijn liefde en tranen, dat is ons verder bestaan. Geen uit in je tas en zonder kompas. Dat wil Esmeralda. Blijf staan, wij bevelen ons hartelijk aan. Uw lot ligt in onze handen, profiteer ervan. Ja, 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 kom, laat je gaan. Referenties van hier tot de maan. En van mens in vele landen, de charlatan. We hebben geluk gehad, hè? Ja, ja, we hebben daar... We hebben de Dans Macabre show gezien. Ja, want het personages. Ja, de nieuwste attractie van de Efteling, dat ze hier aan het bouwen zijn. Ja. Je weet, ze hebben het spookslot afgebroken. En ze gaan iets nieuws bouwen. En er is een kleine verrassing gekomen eigenlijk, wanneer dan ze het spookslot afbraken. Hebben ze nu alles afgebroken en... de muziek komt ook terug en dat hoor je ook terug in hun reclamestunt eigenlijk. Want eigenlijk is dat al een reclamestunt dat we gezien hebben. Er komt een nieuw nummer. Het had een beetje de vraag worden wat ze gaan doen met die muziek en die personages. Maar een onder die orgel weer. Maar volgens mij had iets te maken hebben met Esmeralda en een orgel. Daarover had de attractie gaan, denk ik. Anders zouden ze de basis niet leggen op de orgel en Esmeralda. Ja, dat komt eigenlijk wel neer. De orgel heeft eigenlijk... Een wereldreis gemaakt. Een wereldreis gemaakt met hem. En leidt hem er tot een bepaalde plek. Ja, en die bepaalde plek was in een spookslot. En waar ze nu dan eens macabre gaan maken. Dus ik denk dat we een wereldreis gaan maken in de vorm van een orgel. Dat verhaal daarop gebaseerd gaat worden en dat je dan het eindspektakel gaat hebben met van alles en nog wat in die zaal en dat dat puur spektakel gaat worden. Maar goed, we gaan op Max en Moritz, het wordt gezellig. We zitten er graag op, hè? Ja, absoluut. Want ik vind de Max. Dan zou je hem op antwoorden, want hij is de Max. Wow! La 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 la. Yeah. Straks in de tweede ronde. Nu had het echt gewoon niet. Yo! Woei!
is dat elke winter terugkeert naar de Efteling. Dan zijn hier die schilderijen van Anton Pieck. Hier heb je ze in 3D. Het is altijd fijn en ieder jaar opnieuw zouden die op een andere plek staan. Maar we hebben honger. Ons maagje knort en de dag gaat zo snel voorbij dat ik gezien heb dat het op dit moment 12:41 is. Jeffrey, jong, we gaan ons nog mogen naasten voor al die lekkere dingen te proeven. Ja. Maar jij wil naar de vernieuwde Laplace. Wel voor mij. Die is er al even niet ondertussen, maar ik ben er eigenlijk nog niet geweest. En ik ben benieuwd, vind ik het ontdekken, hoe dat eruit ziet. Maar je bent er. In theorie ben je er wel al een keer geweest. Ja, vroeger. Ja, wanneer dat nog geen Laplace was, want het is in hetzelfde gebouw. Ja. Dus we gaan naar de Laplace, we gaan zien dat we ons zin hebben. En anders gaan we hartige dingen eten. Met suiker, vet, veel slagroom. En allemaal lekkere winterse lekkernijen, zoals poffertjes. Dat kun je wel heel het jaar doorkrijgen, maar in de winter is dat nog zoveel lekkerder. Wat zit erin? Suiker, melk, vet, oh la la. En dat is lekker, we weten dat. Dat is ja, hoe vettiger, hoe prettiger. Ja, goed, we gaan vertrekken. Oh, en mijn broodje Unox ook zo lekker. Ja, die wintereditie is ook. Ja, dat is lekker en vettig, hè. Ja. We gaan toch ietsje moeten nemen vandaag, hè. Moeten. Niks moet, alles mag. Ja. Ja. Goed. We gaan een lekker hapje gaan eten, want mijn maagje knort. Heerlijk. Ja, Jeffrey. Sam, niets nieuws. Ja? Ja. Een mislukking van een Efteling, dat ze toch overal een keer willen testen. Een virtuele wachtrij die nergens op slaat. Misschien. Ja. Ik kom niet naar een pretpark voor virtueel te wachten. Dat is een experiment. Ja, heel mijn leven is een experiment. Europa Park doet het ook. Hè? Ja, maar daar marcheert het. En je hebt nog een gewone wachtrij, hier niet. Nee. Hier in een Efteling is het zo, als het druk is, dan ga je virtueel wachten. Willen of niet, je gaat het wachten. Wel, als gevolg, je staat mega lang in de rij voor een kaartje, dan moet je nog een keer virtueel wachten en dan moet je nog een keer in de rij staan om je kaartje te scannen voor virtueel te mogen wachten. Dat is waar. Dat is de mislukking van een Efteling. Ik vind dat, het is niet leuk, het is niet fijn, maar ja goed, het was misschien een andere manier geweest om te testen dan denk ik. Ze hebben het getest bij de Python. Ja. Ze hebben het getest bij het Volk van Laaf. Dat was toen met de app, dat marcheerde het wel goed, denk ik. Ja. En nu gaan ze testen bij Carnaval. En waar hebben ze het nog een keer getest? Volgens mij is het nog ergens een keer getest. Ja, Python niet meer. Ja, goed, tot er niet toe. Ik ben helemaal geschoren. Dat is showtje. Dat is Pinocchio met de elf. Goed, we gaan eten. Lekker, lekker. Ja man, Jeffrey, vandaag hebben we weer geluk. Hè. Het is niet te druk, dus je mag geen virtuele wachtrij doen. Zalig. Ja, heerlijk. Net zoals we zo dadelijk gaan eten, dat wordt ook heerlijk. Ja. Heerlijk en gezellig. Ah, ik heb een attractie dat ik zo dadelijk een keer ga doen na het eten. Ik heb er nog niet op kunnen zitten. Dat is wel een goeie. Ik heb er nog niet op kunnen zitten, want de vorige keer dat ik hier was, hè, was hij kapot. Klopt net voor de buikjes. Man, we kunnen tegen fly. En dat we tegen fly kunnen we daar zeker tegen. Ja, man. Goed, we gaan ons kerstdiner gaan halen. Hè? Ja, lekker. Het is kerstavond vandaag, of kerstdag. Yes. En we gaan hartige hapjes eten. Oh, het is lekker warm, Jeffrey. Het ruikt hier goed. Ja. Oh, zalig. Ertensoep met spekjes ruik ik. Het is een frikant, hè? Ik kan die naar daar gaan als vandaag, dat is goed. Oh, lekker. We gaan een keer een hapje eten, alsof dat we nooit eten. Ik heb hetzelfde besteld bij Jeffrey. Wat verschil is, ik heb nog een soepje erbij en Jeffrey niet. Ik zou zeggen, smakelijk man. En we gaan achteraf een keer zeggen wat we ervan vinden. Nee. Dank u wel, vriend. Ja, hé. In de Laplace is het heerlijk. Ja, hé. Smakelijk. Ze hebben hier fantastisch goed bestek. Goed. En dan kijk. Hout zie, dan denk ik altijd aan splinters. En iedere keer dat ik houten bestek heb, dan denk ik zo van hopelijk heb ik geen splinter in mijn mond. Dat is niet alles, hè? Want je bord is. Ja, ons bord is gemaakt van Izemo. Dat moet niet zijn. Ja, ongelooflijk. Alles voor het milieu, hè?
Jeffrey jong, heb je smaak bij jou? Ja, eigenlijk wel. Ja? Ja, maar behalve jammer van bestek, daar gaan we niet meer over praten, maar weet wat ik bedoel. Ja, houten bestek, hé. Ja. Gezellig. Ja, en met kartonnen bordjes. Die zijn moeilijk voor ons. Ja, ik denk dat zelfs het perst karton is ofzo. Ja. Ja. Tot daar, ja, het eten was wel lekker, het is jammer, maar goed. Ja, het eten was lekker en vers. Het was een beetje duur, maar daarop hebben we eigenlijk niks op aan te merken. Maar ja, ik eet dan liever uit vuistje. Dus de volgende keer dat ik kom, gaat gewoon geen soep zijn, want het is met een houten lepel. Tenzij dat ik een lepel zelf mee heb van thuis, dan gaat het zeker lekkerder zijn. Want ik persoonlijk vind, voor verder te gaan op dat bestek, dat hout je smaak van je maaltijd wegneemt. Ja, absoluut. Ik vind dat. Ja, dat is absoluut. Als je een McFlurry gaat halen bij de McDonald's, vroeger was ik daar zot van, de dag dat ze begonnen hebben met van die houten bestek te geven, vind ik het niet meer lekker. En dat is gewoon omdat het hout de smaak van je ijs wegneemt op je tong eigenlijk. Vind ik persoonlijk. Ja, maar goed. Vind ik ook. Want eigenlijk misschien beter een broodje nog eten. In de plaats. Ik zie die mensen hier net passeren en ik dacht er net hetzelfde. Maar ja, dan Jeffrey wil dat uittesten. En ik ga zo dadelijk ook een attractie uittesten. Hij heet Sirocco. Ja, ben benieuwd. Ik ook. Ik heb er nog niet op geweest. Ik heb wel gedaan natuurlijk. Maar... Goed, we gaan naar carnavalfestival. Hè. Lekker benieuwd. Dat is ook een ben volgens u zonder... Ja. Carnavalfestival. En ze hebben hier zo van die hele mooie scanpoortjes zoals je binnenkomt. Weet je wat dat de volgende stap gaat zijn met die poortjes, hè, Jeffrey? Dat je voor elke attractie gaat moeten betalen. Je moet betalen voor je inkom en je moet betalen voor op een attractie te gaan. En ik op de kermis.
ja, dat is lekker, nog beter. Ah, ja. Je hebt het daar juist gegeven. Ja. Wat is hier voor jou? Lekker. Oei, maar hij is dat is dan niet op een goede plek. Fanfare zo. Nee. Ja, je ziet het niet goed. Oké, en jet. Samen lekker pret. We gaan een attractie gaan waar ik nog niet in geweest ben.
En dat is Sirocco. Ik heb er nog nooit in geweest, want ja, de laatste keer dat ik hier was, was het kapot. Dat was in, wanneer ben ik geweest? Mei? Ja, dat was in het voorjaar. En nu gaan we erin. Gezellig. Ik vind het wel leuk, kijk. Ik hoor altijd veel. Fantastisch. Journey in the ship. Journey op het bootje. Mm-hmm. Ja, ja, Judy, we zijn hier in ons bootje, hè, man? Ja, het zijn eigenlijk wel leuke dingen, hè? Leuk, met fruit en al, ja. Lekker. Mooi appelsien, hè? Ja. Lekker. Een bananenke, oké. Gaan we ze weg? Doe maar. Dat gaat niet goed, hè? Dat is het steeg. Dat wordt tegengehouden. En we zijn steeg, Tony. Ah, nu houdt het, zie je het? Ze hebben hem losgezet. Dat is nogal wel goed, hè? Maar die meisjes nog zo rondrooien. Miljard! Ik ga een rapper? Ja. Dat is wel iets rapper met mami. Oh, ja, 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 nu zijn we vertrouwd. Joho! Hé, hey, maar. Oh! Ja! Dat is geen Mac deze, of wel? Het rooi lijkt niet al zo gelijk in de Mac. Wow! Hey. Of dat is een ander systeem van Baksje. Karretjes zijn wel leuk, maar het is een beetje steeg voor te draaien. Maar ja, ik heb dat loskomt met maten dat het mee is, maar dat je aan de andere kant wil draaien door een eeuwigheid.
Nee, dat zeg ik niet, nee, vind ik niet. Waar zijn we nou? Waar zijn we nou? Het is helemaal wit hier op de grond. Ja. Die pingwingsjet daar in de kou. Die dansen met z'n allen in het rond. Ja. Doe mij maar na, daar komt alles goed. Daar gaan we. Een voetje schrijft. Voetje schrijft. Een stap terug. Een stap terug. Dat is de pingwingdans. De pingwingdans. De pingwings hebben alle dag. Hey Jopie en Jens, doe de pingwingdans. We gaan naar de warme winterweide. Jawel, jawel. Hoi, hoi. En de warme winterweide zit er koud uit, maar blijkbaar is het warm. En op de warme winterweide, dat zoeken we warmte. Warmte. Die hebben we. Ja, hier. Ja? Van de natuur. Dat is niet veel. Jeffrey Jong, wil je een jordietje doen? Nee, ik ben ook niet zo zot van schaatsen eigenlijk. Ja, sinds dat ik er gevallen ben, waarschijnlijk niet. We zitten op de warme winterweide. Dat klopt. Dat klopt, hè? Mm-hmm. Nog altijd. En het regent, dus dat is niet warm. En ze hebben hier een vuurtje. Ze zijn een klein beetje verkleinerd buiten vroeger. Alles voor het milieu, hè, mensen. Ja. En ik zoek een stroopwafel. Want op de warme winterweide wil ik een warme stroopwafel. Hey. En ik denk dat dat een beetje gaat een helse zoektocht worden. Een warme stroopwafel vinden. En wat willen we nog op de warme winterweide? Warme kleren. Hè? Ja, natuurlijk. Warme kleren. Nieuwe trein, trouwens. Een pin. Een warme pin. Ah, ja. Hier, dat is echt zo lekker. Oh nee, met de chili cheese, dat moet niet hebben. Hoe moet je dat niet hebben met de chili cheese? Niet. Lekker een pikante ding. Dat is de smaak. Nee, dat is niet. Hier, een warm kaneelbroodje kan je kopen. In plaats van een stroopwafel. Koffie krijgen? Maar we moeten toch geen koffie drinken in de regen, jong? Oh nee, dat is wel. We gaan binnen. Ja. We gaan dat poffertjeskraam. Ja, hoe is dat? Tuurlijk, van Sam hier geen stroopwafels. Wat vinden we ervan eigenlijk, Jody? Dat hij klein vuurtje is. Ja. Heeft dat een reden? Ja, het milieu. Ja, mooi, hoop. Ja, je moet alles op het milieu steken tegenwoordig. Tree je houten bestek is voor het milieu. Is er minder vuurtijd voor het milieu? En zijn er geen stroopwafels? Jawel, in Amsterdam vragen ze 9 euro voor een stroopwafel. En hier twee, wat was het, 1,80 euro. Dus er is geen verschil, dus waarschijnlijk gaan ze niet meer willen verkopen omdat ze te goedkoop zijn in een Efteling. Ja, en 9 euro had er ook niemand willen betalen voor een stroopwafel in een Efteling. Ja, nee. In Disneyland willen de mensen dan nog betalen, ja, maar in een Efteling. Dat is van die ambachtelijke zaak misschien. Ja, wat? Ja, ik heb laatst in Amsterdam een stroopwafel met zo van die domme ding erop. 9 euro! Ik heb een pak friet gezien met mayonaise en een beetje speciale saus voor 10 euro. Waar? In Gent. Een atelier van Sergio Herman. Ja, 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 je zegt ook weer zoiets. Maar ja, van een domme stroopwafel. Hey, zonder speciaaltjes 7 euro. Ja. Met speciaaltjes 9 euro, dat is toch veel geld? 7 euro voor een stroopwafel. Je krijgt dat hier niet verkocht in Efteling, hè? Loop me maar. Gaan we poffertjes gaan eten, joh? Weet je dat daar? Maar natuurlijk, lang geleden naar mijn Efteling geweest. Oh ja. Oh, ja. Oh, ja.
Tuurlijk. We hebben nog wel twee attracties te doen. Dat is Symbolica en Fata Morgana. Ah ja, de klassieke. En toen zijn we rond. We gaan niet gaan inzitten in de regen op attracties. En we hebben nog niks gesneukeld en getest vandaag. Hier hadden we dat sowieso hebben. Ah ja, we gaan dat testen. We hebben suiker, we hebben vets en we hebben van alles. Alles die lekker is voor de warme winterdagen. Hier, een extra grote portie. Gaan we dat doen? Wat zit er daarop? 3 keer 20 stuks om samen te delen. Maar dan een extra grote portie. Ja, hallo. Aardbeiensaus, Nutella, appelkaramelsaus. Lekker. Ah ja, je kunt dan proeven van alle drie dat je dat hier neemt. 3 keer 20 stuks. Dat zijn just de poffertjes. Echt 30 poffertjes. Dat lijkt toch een beetje te veel, hè? Goed, zijn hier winterse mocktails. Ja. Zijn hier koffiespecialiteiten. Ja. Daar wil ik eigenlijk niks van. En zijn hier ook nog de normale. Maar die wil ik ook niet, want die zijn te duur. Ik ga gewoon een koffietje nemen. Ga je kijken? Ja, ga je kijken, jong. Je kunt ook zo'n koffertje extra pakken, hè? Nu maar 20 stuks. En Jeffrey heeft wat besteld, hè? Ja. Dan kan je het proberen, hè? Ja, de appeltaart chocomelk. Ja? Hoeveel appeltaart zit er niet aan, zo te zien, maar goed. Dat is een naam, hè? Rozijntjes en een appeltje. Het trekt op een appeltaart. Ik zou het. Dat is waar. Ja? Laat het eens smaken, jong. Nu is de grote vraag, gaat Jeffrey dat lekker vinden of niet? Hè? Want dat is zo van die slagroom, dat je dat lang laat staan, ja? Dat die slap komt. Ja, het is wel een slagroom, hè, jong. Je weet dat, hè? Dat is geen vers, hè? Met dat ik het zeg, begint hij er dan. Ongelooflijk. Ja? Dat zegt zo van, uw slagroom gaat smelten en dat klinkt als muziek in de oren, ja, want ik ga dat vlug opeten. Ja. Rozijntjes ook? Ja, lekker. Tuurlijk. Ik heb het sober gehouden, hè. Dat is hier mijn koffie. Hier met een stroopwafel. Zie je dat ze er nog hebben? Want ze zijn geen versen in mij. Ze zijn alleen een klein beetje verkleind. Ze hebben je hoofd en net. Speciaal. Alright. En nu zou je moeten, als het goed is, appeltaart proeven. Ja? Dat klopt. Ja? Proef je appeltaart? Dat is wel lekker, hè? Oké. Okay. Van eigen geluk. Ja? En dan is er een stukje appel ingestoken, hè? Ja, een appelsiroop of zoiets. Ja, ook. Of appeltaartsiroop. Iets die er moet op krijgen. Wat erin zit, dat zit daarin, maar je kunt dat natuurlijk niet zien, want het is hier ook. Dus een likeur wat erin zit, hè? Ja, een soort van moulin of zoiets noemt dat. Dus ja, dat gaat tenminste smaken zijn. Heerlijk. En binnen Jeffrey gaat ook smaken. Jeffrey, al puur natuur. Puur natuur, alleen smakelijk, hè? Dank u wel, hè? Ja, hè? Je maakt de stad, hè? Ja, jawel. Inderdaad, nu dat je het zegt, was me nog niet opgevallen. Nou, het was me wel opgevallen, maar ze hebben hier nog altijd echte borden, echte tassen en echt bestek. Fantastisch, ja. Heerlijk. Dat gaat dubbel zoveel smaken, hè. Hé, hey, waar is het poffertje? Op, alles is op. En de chocolade is ook. Was lekker, jong. Nee, ik heb het zijn, dat is echt wel geniaal. Als dat erop komt, ik weet het niet. Maar... Is het geniaal? Ja, ik zie het. Ja. Lekker. Ja, maar het is nog dat de chocolademelk van de machine, dat is wel goed. De sessiemel zeker? Of godsiemel? Maar van onder zit er nog een bestanddeel. Ah ja. Nice. Ja. Maar goed, we hebben hier de poffertjes en ze waren heerlijk. Met echte boren en echt bestek. Ja. We gaan een keer gaan zien in het witte paard, hé. Zo dadelijk. Wat dan nog bestek? Wel, wat dan we kunnen eten van taart? Ja, dat is niet meer.
Hallo. Ik ga nu mee naar Pardus. Ja, daar moet ik ook nog naartoe. Ook nog naartoe? Natuurlijk. Mooi. Ja, mag heel een dag eten. Er zijn mensen hier, die een zegt van een heel dag eten. Dat zou zeggen. Nee, zeg het. En ik zeg, ja, gaat nu een mens vragen naar mij? Dan steek ik dat. Dat is dan niet goed. Dat is een tunnetje. Nee, en mijn buik. Wat steek ik hier dan, jongen? Ik denk dat nee, dat is rood kapje. Ja, dat mooi. Ik vind dat ik in mijn buik heb. Je boze wolf van achter doen, hoi bakstien in je buik hebben. Ja, ben je. Ja, joh. Dat hebben we niet meegemaakt. Maar goed, we gaan zo dadelijk misschien nog taart gaan eten. Is dat lekker? Taart? Jeffrey heeft zo'n soort van, neemt dat toch niet serieus, hè? Ik weet niet of ik het niet zelf heb. Een keer een testje doen. We gaan naar het witte paard. Ja, dat is niet aan doen, hè? Ik wil dat niet aan zeggen. Zijn toch in mijn video, we gaan naar het witte paard, we gaan taart gaan eten. We gaan dat doen ook. We gaan taart gaan eten, mijn poffertjes eten, we gaan de taart gaan eten. Ja, we zijn kerst aan het vieren, we gaan heel dag eten. Ja, mooi. Zalig. Ja, alsjeblieft. We gaan heel dag eten. Wat, hè? Jawel. Is het nog echt bestek? Ja, geen. Voor jou, man, beter nog hier komen gaan doen. Ja, maar mensen ook weer, ze komen in de bent van de kamer. Oh, ja. Ja, dat is het is in ieder geval nog echt bestek, voilà. Ja, het is echt bestek. Dat is een content, zeg. Het ging echt meer naar voor mensen twee keer. Ging dat niet doen? Je zit er niet mee. Ging je hier dan mee eten? Hey, Dust, ze hebben hier iets nieuws. Hier in de Efteling is het warm water uitgevonden. Ja, echt waar. Je kunt hier een beker kopen voor, ja, wat is het? Toch geen... Ah jawel, per stuk voor 9 euro of niet? Jawel, wat is dat nu? Het zijn hier 3 prijzen per stuk. Dat is moeilijk, hè. Je hebt hier een van 8,5, van 9 en van 9,5. Ja, want eentje is, en dan die van 9,5, de duurste is met, dat je twee keer kan vangen. Het is moeilijk. Oh god. Is dat moeilijk? Ja, ik vind dat moeilijk. Maar zijn hier warm water uitgevonden, zijn hier Coca-Cola freestyles en bij ons in België in Burger King kun je zoveel nemen dat je wilt voor een klein prijsje. Ja, maar goed. Wil je taart en zijn worteltjes taart? Ja, dat is inderdaad lekker. Hier cheesecake. Is dat cheesecake? Ja, dat is ook nog lust. Maar moet je nee? Moet je nee, jong? Van de Coca-Cola freestyle. Want daar even een keer op heen gaan, hè, jong. Ja. En dat kunt testen in Rolantica. Ja, fantastisch, hè. Ja, en dat is een beperking van 5 liter per beker. Dat is veel, hè. Ja, dat was 14 euro dat je daarvoor moest betalen. Ja? En toen mocht je 5 liter tappen. Zoveel dat je wou bij de freestyle machines. Mm-hmm. Dus ja. Dat was wel fijn. Dus het is de duur, ja, dat klopt. Dat is juist. Goed, maar Jeffrey wil het geld verdoen. Wat een beetje cadeautjes kopen en al. Cadeautjes? Ik wil het bloembollen. Maar dat is er al lang mee, hè? Ja, het is eigenlijk wel erg. Dat is dan niet meer in. Ik heb dat ooit een keer beloofd aan collega's van het werk. Ja, Sam, dat in Efteling, ik met een grote mond. En toen kwam het vervelend beestje af. Dat was niet fijn. En dan op een gegeven moment, geen bloembollen meer. Vind ik dat eigenlijk wel jammer, want je weet dat ze dan en dat keerde dan ieder jaar opnieuw terug. Ja. En ja. Dan heb je pech, hè? Ja, dan heb je pech. Ze zijn geen bloembollen meer. Misschien had er daar geen, hè? Ja, omdat ze het niet meer maken. Het is te duur. Het kost te veel geld. Van de warme winterweide gaan we naar de koude winterweide.
Dat weer een leute weide, Jeffy. De koude winterweide. Ah ja, er is hier geen vuurtje. Droomvlucht is in onderhoud. Oeh, dus ja, wat? Ja, voltastijgers, dus daar is niemand staan niet meer in de stijgers. Er is er volledig opgeknapt. Het is klaar. Ah, het is klaar. Ja? Het stond heel lang in de stijgers gestaan eigenlijk. Ja, dat is waar. Ja? Nu niet meer. Nee, nee. Oh, joh. Oh, ik zie iets wat ze hebben, maar helaas vandaag niet. Ze hebben hier warme winterbarages. Kijk naar die mens, daar hebben ze het wel. Oh, zijn er dus wel. Hey, lekker. Ja. Dan gaan we eten, jongen. Oh, jawel. Dat was super, man. Oh, zalig. Oh, jawel. En wat vragen ze daarvoor? We gaan dat kopen, man. Maar joh, we gaan dat kopen. We gaan... zijn verplicht nu, hè? Ja, we gaan mijn eentje kopen voor de Dian, want ik ga geen geld meer krijgen. Ja, dat is goed. Ja. Oh ja, zalig. Hey, en voor een zeer democratische prijs, hè? Het is goedkoper dan in Amsterdam. Fantastisch. Super, echt waar. Ja, weg van de pers. Oh ja, heerlijk, met chocomelk. Dus, je ziet ons dan altijd aan. Oh, fantastisch. Heerlijk. Man. Ik heb toch gezegd dat we ging smullen? De smulvideo. Ik heb toch gezegd? Eigenlijk heb ik vanmiddag wel te veel gegeten. En we moeten nog naar onze grote verrassing. Kom ja. Allemaal in orde. Ja, lap. Vanavond... Dan moet er nog allemaal in, hè? Ja, ja, dat ook. Man, man, man. Mam, ik doe weer even wat. Welkom op de koude winterweide. We zitten in een kotje, jong. Niks in hier, zie ik. Geen koorts. Nee, nee. Maar ja, de banken zijn nat. Dat is dat, hè. We zijn in het kotje gekropen van het vuur. Het is toch niet aan. Het is de koude winterweide. Ja, we zijn in een bedrijf. Jong, we zijn in een bedrijf. We moeten dus opwarmen met deze wafel. Ja. De schop neem een stukje, Jeffrey. Dank u. Je mag de helft nemen. Dank u wel. Wissel. Oh ja. Het is wissel. Is dat goed? Mwaa, ja, pak maar nog een stukje straks. Nou ja, straks. Wacht, hè. Ja. Mm-hmm. We zijn hier echt sukkeloos. Dank je wel, hè. Oh, heerlijk. Welkom, hè. Welkom in het kotje. Oh, jee. Ah. Ik ga heel voorzichtjes een stukje stroopwafel nemen. Mm, heerlijk. Lekker, hè. Mm. Oh, ja. Heerlijk. We zijn al heel dag aan het eten. Oh. Was het nuffling? Lekker. Wacht gewoon naar hier. Voor dat. Maar je stelt de nuffling? Ja, jong. Zit is wel in de wc, hè. Als je er een beetje verder op hebt gemak. Nu kun je me dat eindelijk een keer zeggen. Nee. Ja. Vandaag kunnen we dat zeggen. Gewoon dat gemak. Inderdaad, want het is niet verre. Ja, vroeger waren de mensen dat gehad en die had dat niet meer. Dat Ja. Het is ook stroop, hè. Ik denk dat het travelijstje is. Fantastisch, die stroopwafels. Heerlijk, hè. Ja. En de Jumbo kopen ze dat ook, hè. Ja, dat is een beter. Ik denk dat er een lijntje is. Het komt veel roken. Ik mag dat interstemmen. Nee, ook niet. Ja. Ja. De volgende snack die staat alweer voor ons klaar. Mini donuts. Nee? Dat had er niet meer in. Gaan we passen? Ja, ja, maar niet overdreven. 6 stuks, maar dat is te veel. 6 stuks. Ik ga er niet meer vooruit zeggen. Ja, nee. Zo'n is dan moeten vooruit doen en is dan karretje. Oh, goed, ja, man. En toen crème en toen nog dit en toen nog dat. Dat is te much. Weet je dat gevoel op nu?
Ja. Dat je aan de tafel zit. En, je hebt te veel gefret. Ja. Gefret, nee, dat is een lelijk woord, gegeten. Dat moet mooi zijn, hè? Ja, we hebben te veel maaltijden genuttigd. Ja, voilà, beter. Ja. Ja, klinkt wel. Ja, maar fretten is toch een zalig woord. Dat is echt plat. Fret. Want er kan nog vuiler. Ja, maar dat weet ik. Dat kan nog niet in. Nee, dat is waar. Goed, we gaan zo dadelijk hierop, op het kasteel. Fantastisch. Mensen, we zijn in de Efteling en ben vandaag niet alleen. Het is met Jeffrey. En zoals je weet is vandaag 24 december. Gezellig. Ja, ja. Ja, het klinkt niet door, hè? Maar we zijn vandaag 24 december. Ook al is het vandaag geen 24 december, ja. We zijn 24 december. Ja, ja. Want deze video is online gekomen op 24 december. Ja. Dus de mensen die nu kijken aan datum is het vandaag 24 december. Als je vandaag dus de video gekeken hebt. Kijk je morgen is het 25 december en kijk je hem overmorgen is 26 december. Ja. En zo gaan we maar door. Maar bij deze wens ik jullie alvast een vrolijk kerstfeest vanuit de Efteling vandaag. En mijn nieuwjaar misschien ergens anders, dat weet ik niet. Dat weet misschien ik. Gaat Annelies in mijn nieuwjaar, wie weet. Wie zal het zeggen? Wie zal het zeggen? Ja. Alleen maar zij weet het. Ja, van mij ook een goede kerst allemaal, hè. Dat is waar. Ja. Goed, en ik wens jullie ook een gelukkig nieuwjaar. Maak er een fijn jaar van. Maak er nog een fijn eindjaar van. Ja. Een fijn jaar met een fijn eindjaar. Absoluut. Dat zeg. Ja, gezellig. Zeker. Nee, goed mensen. Maak er fijne feestdagen van. Maak er volgend jaar een leuk jaar van. Hopelijk een beter jaar dan het een wat dat al geweest is. Hopelijk ook een goedkoper jaar. Ja. Of toch op zijn minst een stabiel jaar. Dat is gewoon gezegd. Ja. Ja. Zodanig dat we terug veel naar de Efteling kunnen komen, zodanig dat we terug veel naar Plopsland kunnen gaan, sowieso. Ja. En dat we toch nog iets extraatje kunnen doen. Dat wens ik jullie ook toe. Ja, ja, absoluut. En ik zou zeggen, tot volgend jaar. Ja, tot volgend jaar allemaal. En ja, wat moet ik nog zeggen? We moeten niks. Ah, nee. Mogen wel. Braaf zijn allemaal. Braaf zijn, geen stoute dingen doen. Nee, ja. Ja, nee, ook geen stoute dingen. En veel lekkere dingen eten. Ja, vooral veel eten. Geniet ervan. Maar maak je jezelf niet te dik, want anders heb je spijt. Ja, dat klopt. Alright, goed mensen, we gaan op Symbolica. Ik zal zeggen, tot de volgende. Blijf zeker kijken naar Mr. Team Park van Zand. Volgend jaar komen er misschien wel leuke dingen van online. Ik heb nog geen plannen. Als je misschien iets leuk wil doen volgend jaar of wilt zien, zet het gewoon een keer in de comments. Misschien komt het dan volgend jaar wel aan bod. Ik wil zeggen, ja, geniet er nog van. Bedankt. Ja. We gaan een... Gaan we Symbolica? Ja. Oké. Okay. We moeten op audiëntie. Gaan we op audiëntie? Ja. Taart gaan eten. Ah ja, weer al. Maar ja, goed. Dat is goed bij Pardoes dan. Ja, is goed. Dat is goed, allee, goed. Alright. Goed, wat taart gaan eten. Mensen, je hoort het. Veel eten volgend jaar. Gezellig. Gezellig en lekker. Dus wij gaan dat ook doen. We gaan gewoon lekker taart gaan eten. Hier in Symbolica. En heerlijk. Ja, heerlijk. Ja. Oh ja, ik ook. Oh, de geur van vanille en kers. Heerlijk. Heerlijk. Wat is dat waar ook? Oh, en ijsjes. Ijsjes. Oh, lekker. Lekker. Geachte en wel gasten, dear guests, welkom in Symbolica. Het is van het allergrootste belang dat u... Wat is dit? Overtwinkels, hallo allemaal. Pardoes, onze koninklijke tovenaar. Wat een saaie boel zeg. Wat doe jij hier? Ik heb een veel leuker idee. Geen audiëntie, geen regels, maar... Ga met mij mee. Nee. Een reis door vertrekken vol magie. Het heet hier niet voor niets het Paleis der Fantasie. On tour through the Palace of Fantasy? No. Obey the rules. Denk aan de regels. Transito, culto, fabulu. Trage treden, open u! Wat gebeurt met de trap? Wat?
Dat is Jordietje genoeg.
Hartige koek. Nee. Ja. Allee jong. Nee. Ja. Ze hebben hier een hartenkoek en die zijn eigenlijk niet zo slecht. Ja. Wat is er van vanavond? Dan komt iets. Ja, dan hebben we een verrassing. Dat kan niet zeggen wat. Maar ja, ik denk dat de mensen het ondertussen al gaan weten. Oké. Okay. We gaan niet. Ja. Ja. Of ging iets anders zeggen, jong? Ik zei niks. We zeggen niks. Maar de lippen stijf gepakt daar. Nee, dat is niet waar, want je hebt net iets gezegd. Oké. Okay. Als je niks gaat zeggen, dan ga je effectief ook niks zeggen. Nee. Het is zelfs iets heel lekker. Ja, maar nu zeg je weer iets. Oké. Okay. Test. Gaat hij iets zeggen of niet? Oké. Okay. Wanneer gaat hij weer iets zeggen? Vanaf dat hij iets zegt, dan gaat hij vanavond trakteren. En als hij niets zegt, en als hij niets zegt, ja, we moeten er tegenover staan. Blijven slapen gaat niet lukken, want ik moet werken morgen. Dus dat gaan we niet doen. Dan keren we nog een keer terug. Ja, wacht hé. Ik heb wel een probleem, dat is nu nog 2 uur dat hij niks gaat zeggen. Omdat ik nog een keer wil terugkeren nu. Ja, lap. Geen kans. Gelukkig is de kerstvideo bijna opgenomen. Ik heb me weer wat aangedaan. Oh, ik hoorde wat. Ik hoorde wat. Oh nee, het was geen. Ja, er begint niets uit te komen. Kietel. Om naar Fata Morgana. Om mijn pannenkoeken eten. Nee, zijn van Tindon, nee, die mens, ongelooflijk. Jeffrey, jong, wat vind je lekker? Wat vind je lekker? Dat we nog wat gaan doen, ongelooflijk, ongelooflijk, die mens. Koffie. Het had me nog niet leuk. We moeten een beetje tieren. Zie toch. Goed, er is hier een mega bouwwerk. En ik heb er nog niet over gehad vandaag in de video. En Jeffrey ook niet. Gaat hij praten? Oké, okay. oei, lap. Ja. Waarom dat nu oplossen? Dat gaat zichzelf wel oplossen. Komt in orde. Er is daar een bouwwerk. Daar voor ons. En je hebt het huis van de, ik mis altijd, van de 7, 6, 7, 6,
Jeffrey, mensen horen je niet. Oké. Okay. Jeffrey heeft teken gedaan. 5, oké. Okay, ik zeg altijd 7, maar dat klopt blijkbaar niet. Mensen gaan het hier wel onder zetten, maar dat juist is. Zijn hier een hotel dat ze aan het bouwen zijn en het lijkt op die van Disneyland. Het is heel simpel. En dan gaat hij maar zijn woorden, nee, Jeffrey, dat is ongelooflijk, die mens. Ziet dat die kuswege dat hij dat wil? Je zult dat beter ook een keer doen bij je andere ding. Het zou verstandig zijn. Kijk, ze, de trein is daar. Gezellig, want ik zou je naar de trein. Voilà. De trein gaat tot hotel betreden. Het zou leuk zijn, moesten ze een station maken onder het hotel van de trein. Dat zou fijn zijn. Voilà. De enige echte stoomtrein die passeert. Dat is eigenlijk nog de manier voor te filmen bij het hotel. Hè. Gewoon de trein nemen, gezellig. Het huis van de 5 centen, ja. Jeffrey, je moet dan nog 2 uur volgen, hè? Het zijn 5 pikjes op, oké. Oké. Wat heb ik nu gewonnen? Een hotelovernachting. Meester Big, maar ik wil die niet, ik wil die opeten. Ja, lekker, ja, zeg wel, maar vanmiddag opgeten. Het hotel hier van de Efteling. En ja, je hebt daar het huis van de 5 zintuigen. Ik zeg altijd 2 topjes te veel. Maar goed, je hebt het huis van de 5 zintuigen. En Sander een hotel naast zetten. Hoor het, ze zijn hier zo gezegd aan het bouwen, maar dat is niet zo. Want de werken liggen momenteel stil, want het is avond. De mensen gaan naar huis. De werkmens, de pretparkgangers die blijven. Maar ik hoop dat je toekomt op de parking van de Efteling, dat het visueel zicht van het park, van de ingang, niet wordt weggenomen van het hotel en dat de visie nog altijd op het huis van de 5 zintuigen ligt. Ja, de 5 zintuigen. En dat het hotel dan eigenlijk op de achterkant wordt gezet, waardoor dat de eerste indruk dat je komt nog altijd de klassieke entree is en dan pas het hotel dat je verder komt naar het park. Ik weet niet wat Jeffrey daarover denkt. Jeffrey, je mocht weer praten, hè. Ah. Joi. Ik kon dat geen 2 uur vullen, hè. Mooi. Wist je wel, wat was dat nog, dacht je? Iets van totaal. Ja, iets van totaal. Ah. Wat denkt hij van totaal, jong? Hoe was het, hè? Nee, dat echt heel dat fantastisch zou zijn, ja. Ja. Ik kan daar eerlijk over zijn. Maar ik was net iets aan het vertellen tegen de kijkers, dat ga ik een keer wat vertellen. Hè. Ik heb dat vanmorgen ook al gezegd tegen jou, hè. Ja? Je hebt het huis van de 5 zintuigen. Ik zei altijd 7, maar dat klopt niet. Het zijn er 5. Ja. Maar 7 is een geluksgetal, dus daarmee dan denk ik 7. Want Efteling benadrukt 7 op geluk. Mm. En ja, zoals ik al zei, ik hoop dat de ingang... Allee, dat je toekomt op de parking, dat je de ingang eerst ziet en dat hotel op de parking op de achtergrond gaat staan. Ja. Dat hoop ik. En dat je dan zo verder komt naar het park, dat dan meer... de nadruk op het hotel ligt in plaats van de entree. Ja, dat gaat de grote vraag zijn, hè? Ja. Een beetje bang daarvoor, eerlijk gezegd. Ja, ik weet het niet. Ja. Het wordt een afwachtertje. Ja. Ja, we gaan naar Fata Morgana. Is dat mijn favoriete attractie? Dat is niet mijn favoriete attractie. Van mij wel, hè? Van mij niet. Het heeft te veel met realiteit te maken. Ja, ik weet het. Ik heb het laatst naar dans gekeken, naar de DVD, want niet voor er naartoe te gaan, want ik vond het te duur om er naartoe te gaan. En aangezien dat te maken heeft met armoede, vond ik het zeker te duur om erheen te gaan. Maar ja, speciaal. Speciaal. Vond je het mooi of niet? Ja, ik vond het mooi, maar het doet me te veel denken aan de realiteit waarin dat we nu zijn. En het jammer is, mensen zien het niet. Ja, het is een beetje... Ik heb hem live gezien, ik vond het wel goed. Ja, ik vond het duur. Het gaat over armoede en dan vragen ze 80 euro voor een kaartje. Ik vind dat veel geld. Ja. Dus, dat klopte niet in mijn hoofd. Dus daarom heb ik de DVD gekocht. Dat heeft me 19 euro gekost.
en als je dat goed lidden zet, zit je in de zadel. Ja, voilà, inderdaad. En dat moet vooral goed boksen, hè, natuurlijk. Maar dat je zo het verhaal bij elkaar rafelt, dat is zo de kerk die een beetje ja, de kerk echt. Maar het zijn de bazen die naar de kerk gaan en die de mensen eigenlijk moeten voorliegen dat dit goed is en dat goed is en blablabla en blablabla. En op een gegeven moment aan ze door, omdat er een of andere mens die katholiek was, de arbeiders probeerde op een ander pad te zetten en hun rechten te laten ontdekken, laat ons maar zeggen. Dan is er een nieuwe politieke partij opgericht. Maar je had toen al de socialisten in die tijd, dat zijn de rode. En ja, dat is ook al zo een beetje allemaal begonnen. Mederzijds door dans. En dan heb je nog heel de boel natuurlijk er rond. Dan heb je nog heel de historie van de oorlog. En dan hebben we in België een vakbond opgericht en dergelijke. Ja, hier heb je hetzelfde verhaal niet, maar het is ook realiteit. Ja. Het is rijkdom met armoede en het komt weer op hetzelfde neer. Ja, klopt. Ja, ik snap het. Allee, je hebt gewone werkmensen en wij werken heel veel om te kunnen komen natuurlijk. Ja, het is een beetje dat. Ja, hoe dat vroeger was. Hè. En in sommige landen jammer genoeg nog altijd zo is. Terug. Ja, inderdaad. Of misschien terug zo is. Ja, zoals. Ja, mag dat zijn of niet van het stadion, dat is wel goed. Ja, nu, het is één iets dat zeker is, mensen. De geschiedenis herhaalt zich en dat is op dit moment bezig. De geschiedenis herhaalt zich, want het is gewoon op een moderne manier dat die geschiedenis zich herhaalt. Ja, dat mogen we. Allee, dat is zo, hé. Dat mogen we niet onder stoelen of banken schuiven. De geschiedenis herhaalt zich, hé, maar het is alleen op een andere manier, hé. Ja, trouwens, mooi schilder trouwens. Ja, fijn. Goed. En daarom ben ik geen fan van Fata Morgana. Ik had het 1000 keer zeggen, maar toch ga ik erin. Want ik heb een kaartje gekocht en de attractie is open. En het is niet wachten en mijn maat wil erin. Dus dan gaan we erin. Let's go. Thank you.
dit is cool. Wat? Jeffrey snapt hem niet al, hè? Nee. Wat snap je niet? Het is kerstmuziek, het is met balletjes. Oh, tof. Ja, het is inderdaad wel goed, hè? We gaan naar binnen, hè? Ja. Hey, zo leuk, ze hebben hier van die skis gezet. Ja, en nog iets. Oh, dat is de mensen nog hier. Wow. Recht voor je neus. Ja, dat valt mee. Valt dat mee? Ja. Wat is het er gaan maken? Hier, ik kan heel rikje. Ah. Dat is een bakkerij Krummel die al zo rikt, jong. Dat is omdat je naar binnen zou gaan. Oh, het ruikt naar zoetigheid. Heel lekker. Ja, ja. Ik ben hier iets gevonden die blijkbaar heel lekker is. En ja? Vers. En vers. Wel goed. Goed voor de keel ook. Ik heb een beetje keelpijn. O jee. Van de koede, hè. Ja. Ja, het tikt wel, hé. Naar verse munt. Ja, het is ook verse munt, hé. Dat kan niet verwacht. Niet verwacht? De mens voegt dat aan min. Ik zou verse munt, ja. Klinkt goed. Neem die handel. Oké. Okay. Ja, ja. Ah, het zijn van die dingen die zijn verkoop die dan ook. Ik heb het ingenomen. Wat is dat, hè? Earl Grey. Dat zijn van die offenbakken chipjes. Ja, deze vroeger worden wel beter, maar veel te duur. Kocht dan nooit. En met veel kruiden op. Ja. Nou ja. Goed, vroeger is het nu niet meer, hè. Ja. Kom, we gaan een stukje droog. Dus kan ik nog iets. Maar wat kan je doen? Er is hier een attractie open in de winter die normaal gesproken niet open is, maar ze moeten iets open doen ter compensatie van al de gesloten attracties. En wat is open? De wildwaterbaan. En ik vind die, Jeffrey, dat we misschien al een keer een ritje kunnen maken op de wildwaterbaan. Gaan we dat doen? Zitten er daar eigenlijk überhaupt mensen op? Niemand. Wat is op zijn tafel? Nee. Wij gaan daarop. Nee, dat wil niet. Ah. We gaan daar toch gewoon een keer op. Ja, het is donker. We zijn er nog nooit op geweest wanneer dat donker is. Ja, het is beleid. Maar ja, het is open voor iets, hè, jong. Ja, dat die mensen weggeven. Dat is onze compensatie van Chiapas van vorige week in Fantasialand. Ja, met dat we niet op Chiapas kon, gaan we hier nu op Ononta, de Piranha. Gezellig. Ingang. Gekke ingang. Goed, we gaan erin. Let's go. Het is gelukkig open, dus ja. Gezellig. Jeffrey, zie je het zitten, jong? Balans van het zijn er wel in, hè. Mensen zijn er hier alweer twee in. Zalig. Heerlijk. Dat is een nieuw dingetje. Waterattracties open doen in de winter, hè. Dat is hot today. Dat is gewoon in. Ja, dat is gewoon in. Nu moet je denken dat het zomer is, dat het mega warm is. En dat we kletsnat gaan worden. Nu willen we gewoon nat worden. En in de zomer niet. Oh ja, als het de dag. De kleur is er al eens sinds zonnetjes schijnt. Wat heeft je klaar voor het avontuur? Jeffrey Che, zie je in orde, jong? Fantastisch, dat is een idee wat daar. Ta-ta-ra-ta-ta-ra-ta-ta-ta-ta-ra-ta-ta-ta. Zalig! Ja. Hey!
Het is een unieke ervaring. Zo'n al die effecten al zie. De was goed verlicht. Ja, de druppeltjes zien gelukkig niet al. Men al die chans. Nee. Wow. Die ligt nat. Wil je nog letter nat worden? Voelt al in mijn dikke tien. Wat in tien maar zitten. Nee. Nou, wel je geen stinkkool zijn. Nee, dank je. Kom maar bij. Ik kan er nog zitten. Wij thuis in mijn frigo. Het stinkt een beetje. De pagode. Oh ja. Kijk, jullie hebben de draadjes opgelegd. Ja, maar nee. Nee, een andere kant. Leuk, leuk, leuk. Is het leuk, jongen? Ja, gezellig. Ja, ik vind het ook gezellig. Hartstikke gezellig, ja! Nou, kijk eens hoe mooi de zon schijnt vandaag. Het is prachtig weer. Ik voel me precies lekker in Mexico zitten. Maar ben niet, maar hou je er geen dochter in. Kijk je naar bakker in Krimo? Maar ben niet. Hoi! Alright. 1, 2, 3. Ja, het is over, Jeffrey. Hey, splashy! Joehoe! Here we go! It's splash time! Oh, fantastisch! Zoals dat die ding afstaat. Dat je voor bent. Het zijn hier toen zo'n rustig muziekje. En in de zomer wordt je toen nat gespoten. Dus toen van, oh, het is zo'n rustig muziekje. Het is toch een fantastische attractie met een beetje muziek. En licht. Missen dat toch bij veel attracties. Gewoon wat muziek. Dat... De sfeer is heel anders. Ja, lap, lap, lap. Het is weer een tour. Is dat een Nee. Draaien. Kijk, chance. Wow. Maar de waterval stond dan. De waterval. Hey. Onze liefde was een waterval. Een waterval. Hey. Wow, een waterval. Onze liefde is een waterval. Het water komt in de boot. Wow! Man, mijn schoenen zijn nat. Wat is dat? We zien hem zo. Oei. Het was een waterval, hè? Ja, lap. Ze leeft in zijn waterval. Ja, dat was de slechtste idee ever voor hier op te komen zitten. Oh my god. Klets natte schoen. Ja, dat is even zo'n kiezen. Ja, lap. Heb ik kousen gekocht? Ai, ai, ai. Waarom doen ze die waterval aan terwijl dat al zo goed is? Zit dat kietjes? Dat is zeven. Maar dat komt niet zo ver, hè. Nee, dat staat af. Wel lekker. Ja. Ze zijn al nat genoeg. Geniaal idee. Ja, leuk hè. Ja. Die was gewaarschuwd. Ja, jongen worden gewaarschuwd. Het is eigenlijk wel waar wat je zegt. De waterval gaat u pakken. Mooi. Maar kijk al die boten hier staan. Ja, maar mijn lieve zin dan nog al de boten erin zitten. Mooi.
Ja, logisch als het daar niet gebeurt. Hè. Wij willen niet naar de andere vriendjes, wij willen naar onze vriendjes daarheen. Ja, wij willen nog attracties doen, geesten. Dankjewel, dankjewel. Oh ja, wij hebben geluk, geesten. Dank u, geesten. Onze liefde is een waterval, we zingen. Oh, man, ik zit lekker wel nat in mijn schoen, zie ik leider nat. Kijk in de hemel vandaag. Hé, mam, ze hebben wel gekust in mijn schoen. Ongelooflijk. Stralen. Nog een keer. Onze liefde is een... achtbaan, een achtbaan. Hey, wow. Ja, een achtbaan die gaat van hoog omlaag. Ja, la 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 la. La 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 la. Onze achtbaan die gaat naar omhoog en laag. Laag omhoog en laag. Ja. Nee, we gaan nog de baan op. Gaan we niet meer op de wildwaterbaan? Is het te nat? Is het te droog? Ook te droog? Te droog en te nat? Ja, maar wat, ja, dat is wel te uiterste, nee. Hey, hey, hey. Disco bal. We gaan een attractie doen in het donker. En we hebben hem gedaan in het licht. En nu zijn de show elementen aan. Ja, in het licht ook, maar je ziet het niet goed. En ik ben een keer curieus. Geen dat hij leuk is. Heb je hem al een keer gedaan in het donker? Nog nooit. Ah, nog nooit? Ah, oké. Okay. Ik dacht dat je dat nog een keer gedaan had. Dus het is voor ons de allereerste keer, voor ik en Jeffrey, dat we hem gaan doen in het donker. Het is een primeur. We gaan ervan genieten. Ik zal zeggen tot later. Rap, hè? Oh! Yo!
Stay on board your ship, merchant travelers, until the storm has completely died down. So, Max, hè? Yes? Mag is er geen zoiets. Heel mooi gemaakt. Die lampjes veranderen toen al zo van kleur, hè? Ja, ja. Ja, ook alles, hè. Fantastisch. We gaan onze laatste attractie van de dag doen. En laatste attractie van de dag, jullie horen het al, dat is deze. Baron 1898. Heerlijk een afsluiter. Ik heb er in het voorjaar niet op kunnen zitten, ik mocht niet. Het was in onderhuls en vandaag ga ik ervan profiteren. Hier. We zijn beland waar we moeten zijn. Ja. Dat is de verrassing. Jullie hadden waarschijnlijk een raam, maar het scheelde niet veel of de verrassing was in het water gevallen. Ja, ja. Ja, dus ja. We hebben gereserveerd en je had de tijdslot van 17:15 tot 18:30, maar blijkbaar is zo dat je dan moet eten in die periode. Ja, dat wist ik niet. Hè. Nee. Ja, zo. Oké, maar nu wel. Ja. We gaan die fout nooit meer maken, denk ik. Nee. Maar goed, je weet dat je het tijdslot reserveert van dat duur tot dat duur, dat je eigenlijk maar die tijd hebt om te komen eten. Gekke boel, maar we gaan nog hard kunnen eten. Hè. Maar natuurlijk. En echt nu dat goed afsluiten? Zeker, dat is top. Ja, zeker. En volle speel, gezellig. Dus, we gaan lekker, niet veel eten vandaag. Dus, Nee, zeker niet. Nee, dus we gaan dat niet gedaan veel eten. Nee. Dus ja, heerlijk. Jeffrey man, het tot deugd voor echt bestekt hem en een echt bord hem. Ja. Heerlijk jong. Maar nog niet, een symbolica bord. Dat is een symbolica bord. Ja, we zitten in Poliskeuren. Dat zal ik je goed nadenken. Ja. Het is al een beetje laat op de avond. Ongelooflijk, maar alle twee hetzelfde besteld en het gaat smaken jong. Ja, ja. Appeltjes, een balletje. Lekker. En Jeffrey, smaak het? Ja,
Dat is lekker, joh. Kijk, warm. Nice. Goeie keuze. Goeie keuze. Ja, hé. Lekker, hé. Veel goed. Tuurlijk. Een leuke afsluiter. Mijn bordje is ook op, het was ook lekker. Flinke jongen, hè? We zijn altijd flink. Niet een dag flinker dan de andere dag. Ja. Ja, hé. Zalig, hé. Heel puntjes. Tuurlijk. Ik ga ze nog een zeker voor mij in de Wat wil ik? Kijk voor mijn kerst. Annelies, meer zien volgend jaar dan van die jaren? Ja, ik snap het. Dat zou dan leuk zijn? Altijd leuk, hè. Dat is wel. Maar anders wil ik iets. Gezond zijn. Ja, dat is het grootste cadeau dat ik kan krijgen. Ik vind dat leuk. Ja, dat is wel. Als de wens. Jeffrey, jong. Ja. Het was gezellig hier. Ja, ja, het was echt heel leuk. Een beetje een hectische dag. Een speciale dag. Ja, omdat we eigenlijk wel niet verwachten dat er zoveel te doen was. Nee, eigenlijk niet. We zijn naar hier gekomen. We gaan een achtbaantje doen, we gaan een ditje doen, we gaan datje doen. We gaan het park volledig gedaan hebben, gezellig. Nog niet alles gezien. Nee, maar nog niet alles gezien. We hebben tijd tekort. Ja? Annelies zei altijd, ik heb tijd tekort, maar het is ook waar, we hebben tijd tekort. Ja, ja. Maar, pas leuk. Dat is waar. Voilà. En, belangrijk, we hebben ondanks dat het punt gesloten was en we de gastenservice, mijn pakketje lag pas klaar. Ja, je hebt geluk, hè. Ja. Ja, hè. Absoluut. Zeker en vast. Gezellig. Ja. Yes. Ja, dat is een leuk weetje, maar goede ticketje bij jou. Zeker. En de mensen dan vertelt in de winkel van je kunt je pakketjes afhalen totdat het park gesloten is, totdat er niemand meer is. Dat klopt, hè. Klopt ook, want je kunt dan nog altijd naar de gastenservice gaan wanneer dat gebouw gesloten is. Gezellig. Klopt. Yes. Goed, mensen, ik wens jullie alvast een fijn eindjaar toe. Fijne feestdagen, fijn kerstmis. En leuk dat jullie gekeken hebben naar deze video. En ja, het was leuk dat je erbij was, hè, Jeffrey? Zeker, en jij ook. Dank je. Ja. Dank je. Belangrijk, hè. Zeer belangrijk, zeer belangrijk. Dat is zeker. Ja. En ja, voor de rest nog veel leuke avonturen in 2024. Ja, hé. En ik denk, het gaat zo snel, hè. Dat is waar. Goed, mensen, ik wens jullie, zoals ik al zei, fijne feestdagen, een gezond 2023 en ja, maak er een fijn jaar van. Ja. Jeffrey zei, met lekker eten, absoluut. Ja. Moet het niet aan je hartje laten komen. Nee. En ja, vind je deze video leuk? Geef een duimpje omhoog. Duimpjes omhoog. Volg ons ook op de social media. Abonneren, zeer belangrijk. Als je geen één video wilt missen volgend jaar. Ik zou zeggen, leuk dat je erbij was. En graag tot een volgende keer maar weer. Bye bye. Yo. Zoek nu zeker die stemmetjes. Wat fantastisch. Ja, ik vind het leuk. Het is de kracht van de liefde die altijd wint. En dan moet je fantasie gebruiken, want dat is de bron van alle magie. En dat is eigenlijk wel waar. Dit deugt voor nog een keer de oude Efteling te ontdekken vandaag. En ik zou zeggen, tot de volgende.